Goh! Dit is niet mijn huis. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria 1.3.4. Ik ben er weer, Stevie, terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering zijn we erachter gekomen dat het spel het heeft besloten om heel erg mee te zijn en de golem verkeerd te zetten, noem maar op. Nou zijn er een paar updates, zoals je dus kan zien, dit is niet mijn huis. Hoezo niet? Dit is wel mijn huis. Niet mijn huis, wel mijn huis, niet mijn huis, wel mijn huis. Dit is een totaal andere wereld. En hier ga ik heel even over uitleggen. Voor de jullie in de comments tegen zetten. Ah, ik heb een andere wereld. Jullie klinken nog steeds stotend. Sorry daarvoor. Maar nee, maar de reden waarom dat ik voor een andere wereld heb gekozen is... tijdens de opnames heb ik geprobeerd verschillende manieren om de golem daarin te kunnen verslaan. Ik heb zelfs een weten te verplaatsen, de spanner, in de grotere kamer. Nou ja, die grote kamer die was niet groot, die was heel erg klein. En het probleem was, zelfs daarin, omdat het kamertje ook nog eigenlijk veel te klein was, kon je hem dus totaal niet verslaan. En ja, zoals Glaceon al zei in de vorige aflevering, is de motivatie ook enorm aan het zakken geweest. Vanwege dat er zoveel tegenslagen en zoveel dingen gewoon verkeerd gespawnd waren in die wereld. Nou heeft Erik Mumee mij dus een beetje verteld van... ja, maar je hebt toch ook nog je backup wereld, hoe ver ben je daar dan bij? Misschien dat dat een oplossing kan zijn. En dit is die backup wereld, of ja, eigenlijk mijn singleplayer wereld... waarin dat ik dus ook gewoon op expert mode aan het spelen ben geweest. En heel erg toevallig ik daar ook op het punt ben... dat ik dus de golem nog moet verslaan. Er zijn er wel een paar dingetjes die dus helaas niet zo hetzelfde zullen zijn... als in de wereld die we hebben gehad. Zoals bijvoorbeeld de map... We hebben geen flauw idee waar we alles hebben, want zoals je kunt zien, ik ben alleen maar een beetje rondwezen lopen van, ja... De map is totaal niet ingekleurd, dus we weten totaal niet waar wat alles zit. Items zijn exact hetzelfde gebleven als de items die wij al hadden bij onze vorige. Kistjes zijn hetzelfde, we hebben hier, in plaats van hard mode hebben we weer hard mode ores. We hebben hier allerlei weapons en hart en weet ik het allemaal nog meer, kledingstuff en overig een kistje! En een mumeekist en weet ik het allemaal nog meer. Dus dat sowieso. Ik ga zeker een rondleiding heel eventjes geven. Maar het allerbelangrijkste wat hier dus ook is, is de Wall of Awesome Comments. En ja, alle comments staan erop. Tot en met aflevering 31. Die we gisteren hebben, of bij de vorige aflevering hebben gedaan. Dat die het vreemdste... Oh nee, 32 was dat. Colin Hoffman, sorry. Dat was niet veel van de week. Want dat was Plantera is een plant. Bla, bla, bla. Nou, ik weet in ieder geval, de jungle die zit aan die kant. En de dungeon die zit aan die kant. En we hebben een gewone dungeon. Hier hebben we onze truffelgast zitten. Ja, ik heb hier mijn turtle shell armor aan. Mijn andere armor die ligt volgens mij bij mij thuis. Gewoon hier boven in dit kistje geloof ik. Of in de dresser. Kijk, hier hebben we al die wapens nog. Hier heb ik nog mijn dingetjes zitten. Daar is hij inderdaad. Dus ja. Ik heb mijn appearance veranderen, maar daar heb ik geen zin in. Deze die wil ik zeker even meenemen, want die gaan we zeker nodig hebben. En natuurlijk niet te vergeten de 4 summons. En dat doet me er ook aan denken tijdens die opname, die dus niet door is gegaan in verband met de hele golemgezeur. Hebben we één wapen erbij gekregen, namelijk de Quick Deadly Sphere Staff. En jullie willen dolgraag alle evoluties. Dus ik heb zoiets als dit. Future Sight kan zijn van onze Espeon. Dan mag dit Shadow Ball zijn van Umbreon. En ik weet het, Umbreon die kan niet eigenlijk Shadow Ball zelf leren, maar die kan het wel via TM's leren, dus daar ben ik het helemaal over tevreden. Goed, nou eventjes een kleine rondleiding, hoe ziet dit huis eruit? Heel erg simpel. Het begon hier met één boom, daar ben ik toen begonnen met bouwen, zoals je hier kan zien. Gewoon de slaapkamer, de nurse, ik heb hier een van de eerdere armors die ik toen had gehad met het andere karakter. Als jullie willen weten hoe dat karakter heette Jolteon. Heel erg grappig. Waarom ga ik dan niet verder met Jolteon? Omdat we zijn Eevee gewend, of ja, Stevie, dus vandaar dat we daar niet mee verder gaan. Zoals je ziet, alles heeft een beetje zijn eigen stijl. Dit is gewoon een Eevee, een beetje met hout achtergrond. Dit is Glaceon, hier hebben we Jolteon, hier hebben we een Umbreon, hier hebben we een Leafeon. Soort van kamer. Nou, en het grappigste is, we zaten dus perfect tussen de twee bomen in. Dus hier kon ik alles mooi plaatsen, plus een gate plaatsen. Nou, hier hebben we... Ja... Jellion? Nee, dit moet een beetje de Vaporeon tint hebben van water en zo. Dus, ja, en hier heb ik nog niet echt veel aan gedaan, maar we hebben hier nog wat extra huisjes, dus hartstikke leuk. Maar nou is het allerbelangrijkste, onze guide! Waar is Steve? Nou, Steve is gewoon hier.
Alleen moet nog wel eventjes iets aan de huis gebeuren, maar Steve is veilig en zit dus ook, yup, in deze wereld. Daar ben ik echt heel erg blij op dat we de Steve hebben. Dus laat ik hier heel eventjes een... Ja, waar zullen we een mooie thumbnail van maken? Eens even kijken. Ik denk hier zo. Ik bedoel, dat geeft wel een mooi beeld zo. Dat je dan zo hier, dat ik hem zo een beetje dan doe, zo. Nou, dat is wel leuk. Doen we zo. Dan zie je toch een beetje de... Ja, dat het echt een huisje van evoluties is. Goed, ik ga heel eventjes in de meubels kijken. En in deze aflevering gaan we weer een poging wagen om de golem te verslaan. Omdat de golem in deze wel op een fatsoenlijke manier zit. Don't worry, I double checked. Even kijken, want wij willen... Oh, ik wil eigenlijk een boekenkast hebben. Wat heb ik bij meubels? Ik heb hier ook nog een golem bunny. En ik heb een golden bunny daar. Dus die zal dan wel van deze wereld zijn. En jullie weten het, don't worry. Ik ga nooit bunnies verkopen. Dat zal ik echt nooit doen. Hardwapens. Ja, die heb ik hier. De True Excalibur, want die hadden wij al. Vraag ik me af, waar is mijn... Oh, die heb ik hier, ja. De Quick True Knight's Edge. Dan vraag ik me eigenlijk toch af. Want op zich, de ene wapen was heel erg goed. Ja, wij moeten een boekenkast jatten van de dungeon. Dat is echt overduidelijk. En we moeten de dungeon toch weer een keertje exploren. In verband met dat we daar dus nou niet weten hoe en wat. Steve, het spijt me zeer, maar je moet toch heel eventjes wachten op je stuff. Daar kan ik helaas niks aan doen. Daar kan ik niks aan veranderen. Dus goed. Ik zou zeggen, wij gaan gewoon die kant op. Even kijken hoor. Want ik wil even hem even activeren. En dan gebruiken we dus onze nieuwe Shadow Ball. Espeon en Umbreon. Die gaan samen mee. Alsof dat we Pokémon Colosseum aan het doen zijn. Het is trouwens wel een keertje leuk om Pokémon Colosseum te doen. Maar ja, dan moet wel mijn Gamecube fatsoenlijk werken. In ieder geval, ja, deze wereld die is ook gegenerate op het moment dat 1.3 uit was. Dus het is een hele eerlijke wereld. En ja, we hebben een Hollow Desert hier, maar... Als jullie je afvragen van, goh, moeten we nou niet weer een hele dungeon gaan exploren? Of hebben we nou niet het probleem dat we dan... ik weet niet... wacht even, heb ik mijn potions wel in mijn piggy bank zitten? Dat is wel een van de belangrijke dingen. Ja, ik heb ze in mijn piggy bank zitten. Hoe ga ik hem aanpakken? Ga ik hem gewoon met waterregen, defensive potion, ik wil de defense houden. En ik denk dat ik inderdaad eerst de handen neer ga halen met... Ja, ik heb een manier ervoor. Goed, dat is het belangrijkste. Nou, de golem die kan heel erg gevaarlijk zijn. Sommigen die zeggen van hij is een hele makkelijke baas, maar je moet er de ruimte voor hebben. Op het moment dat je geen ruimte ervoor hebt, ja, dan kun je die laserstralen van hem niet absorberen, ontwijken, proberen te, ja, te overleven. Dus... Dus ja, ik hoop dat jullie geen probleem mee hebben dat we dus naar een andere wereld toe gaan. Want anders zou het dus zijn geweest dat ik dus op een andere wereld gewoon de basis zou laten zien. En dat zou dan het einde zijn geweest van Terraria. En ik weet dat er heel veel mensen zijn die Terraria zo leuk vinden. En die wou ik dus niet afkappen. En ik moet zeggen, ik heb er heel erg veel plezier in. Ik bedoel, ik ben weer helemaal enthousiast. Ik ben, yay! En vraag ik mij af, waar loopt dit naartoe? Dit is de jungle. Oké, we hebben een soort van corruptie jungle. Loopt dit naar die dungeon? Want ik weet dat ik een elevator naar die dungeon had gemaakt. Hou je plantaren, bulb. Oh ja, trouwens, zo zijn we ook op 500 HP terechtgekomen. Ik ben aan het verzuipen, daar ben ik geen fan van. Hi. Ho, 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 dat was even gevaarlijk. En we hebben een yo-yo! Jullie kunnen daar niet spannen. Oh. Dat kan ik niet. Oh ja, mijn vlucht was op. Maar dit is allemaal water. Oh, hoi. Ik zie hier niet de jungle. Of ja, die jungle temple die we hier hadden. Of hij loopt hier wel naartoe. Dat kan natuurlijk ook. Kijken, we hebben hier nog een kap naar beneden. Hi. Hartstikke leuk. In ieder geval, hier is de jungle tempel, dus ik had het wel gelijk. Oh. Oh, dat was niet echt zo kwalijk. Oké. Wacht eventjes, ik had toch... Ik heb hier een shadow orb. Ik heb toch... Ik wil zeggen, jullie horen met z'n tweeën te zijn. Zoals Pokémon Colosseum. Nou, in ieder geval, alle traps en alles, het is me beter verlicht. Dus we hebben alle traps, die zijn dus aan de kant gegooid. Deze dungeon die is ietsje normaler gespannen als de dungeon die jullie dus net al of eerder hadden gezien. Dus dan zijn jullie dat nog op de hoogte. Hoe zit het trouwens met accessoires? Ja, we hebben dat ding. We hebben extra damage. Defense.
Ja, we zitten goed. Lava protectie hebben we niet nodig. Goed. Ik hoop nou ook echt dat we hem gaan halen, want anders... Au. Ik zei het ook, alle traps had weggehaald. Die traps die doen pijn. Ja, hoi. Porion, doe je regendansaanval. Kruidcontrol. Dit wapen is zo effectief. Ik hou van dit wapen. Nou, het grappige trouwens is ook, dit wapen dat doet echt zoveel damage. In mijn try-out, ik had hem dus echt gewoon... Ja, een paar keer had ik echt gewoon bijna de golem kunnen verslaan. Alleen ja, dan heb je nog iets van... dat hij nog 5000 health heeft of zo. Ja, en jij zit echt op je last resort. Dus heel vervelend. Maar deze die kan echt goed daarbij helpen. Dus mocht je echt een leuk wapen zoeken... Nou ja, we gaan het gewoon met verschillende wapens proberen. Ik denk zelfs dat we nou een normale ruimte hebben... waar we zelfs de Holy Arrow zouden kunnen gebruiken. Maar goed... Nogmaals, ik hoop dat jullie het niet erg vinden dat ik naar een andere wereld ben gegaan. Dat hoop ik echt, laat ik het zo zeggen. Dus voor de mensen die het wel erg vinden, ja, sorry. Maar als jullie liever exit-series hadden gehad... Ja. En no worries, die giveaway die ben ik nog steeds niet vergeten. Er is nog steeds een giveaway van Terraria die... Wat een neus! Welkom bij Terraria 1.3.4, nu de tempel met meer glitches. Lopen gewoon allemaal hier door de waterdinges heen. Ik vind het knap. Hoi, is het druk hier? Nee. Maar we zijn dus nu al aangekomen bij... Kijk uit. De onderste verdieping. Dat konden we net daaronder heel goed zien. Ik heb wel life potions bij me. Ja, ik heb life potions bij me. Braaf. Ik heb het ook wel eens gehad dat ik namelijk de life potions helemaal vergeten ben. Dat is niet slim. Hoi. Oké, nou. Zoals jullie zien, we hebben tot nu toe nog niet de spanner gevonden. Heb ik wel die dingen bij? Ja, die dingen heb ik bij. Ik heb alles bij. Waarom ben ik zo bang dat ik ding... Hier, kijk. Jolteon. Oh. Dus ja, als je dus gravestones tegenkomt van Jolteon, dan is dat de reden. Ben ik dan nou niet een beetje sad dat mijn singleplayer wereld dan weggaat? Nee, ik vind het hartstikke leuk om hem juist te kunnen delen met jullie. In ieder geval, hier is die grote kamer. Moet je kijken wat een verschil... Tussen die ene grote kamer en deze grote kamer. Ik moet ook kijken hoe die kijken wat verschil. Dit is een kamer. Waar nog spikes aan de muur. Waar nog spikes aan de muurtjes zijn. Hoi. Auw. Oké, misschien wil ik hier niet te veel boven blijven hangen. Maar wacht even. Dan doen we het heel even anders. Doe ik gewoon al eventjes zo. Dan kan ik hier al eventjes dit even minen. Ik bedoel, als we dus bezig zijn... Hallo, hi. Mag ik heel eventjes die spikes er even weghalen? Dank je. Nou, ze zitten nou zo hoog en daardoor spant er van alles nog. Dus ik heb toch echt nog een keer alles al weg gehaald. Dat is allemaal weg. Hi. Ik kom heel eventjes beneden eventjes jullie vervelen. 350 lizards, kun je nagaan. Yay. Oké, ik zie... Dat kan een issue worden. Zit er trouwens iets in? Oh, er zit nog wel in. Eventjes die schakelaartjes hier even uitzetten, want... Daar heb ik weinig zin in. Pressure plate. Pressure plate. Pressure plate. Is dat beter? Daar is beter. Goed, dus daar hebben we onze golem zitten. En ik denk dus dat ik echt hiernaast wil gaan staan. En dan eerst één hand uit wil gaan schakelen. En dan inderdaad hier wil gaan zitten... En zoveel mogelijk van die dingen te gaan gooien. Dus heb ik hier een traps systeem? Ja, ik heb een traps systeem. Die gaat daar aan. Dus oké. Dus dan... Oh, ik heb hem al een keertje met Jolteon geprobeerd en gefaald. Dat is een goed teken. We hebben niks gezien. Nee, het is oké, Jolteon. Maak je geen zorgen. Goed. Vaporeon, jij doet je raindance. Wacht even. Dus ik heb mijn buffs nog niet in mijn inventory. Ik heb mijn buffs nog niet in mijn inventory. Verdorie. Even kijken. Wij hebben nodig. Potion of Regeneration. Iron Skin Potion. Archery hebben we niet echt nodig. Night Owl Potion. Dan zien jullie wat meer. Hunter Potion hebben we ook niet echt nodig. Ik denk dat we met die 4 potions gewoon gaan doen. Zeker weten? Yeah. Gaan het gewoon doen. Gaan het gewoon doen. Ik hoop dat het goed gaat komen. Oké. Rain Dance. Deze moeten we klaar hebben staan. Here we go. Oh, kom op.
Oké. Dat hebben we. Goed. Buffs. Hoeveel damage heb ik eigenlijk nou genomen? Oké, het valt nog mee. Eén hand moet neer. We hebben hem bijna neer. Oké, die is neer. Ga ik eens even kijken of we ook die andere hand hier kunnen raken. Die kunnen we raken. Als eenmaal die handen weg zijn, dan zitten we goed. Kom op. Oké, we zitten goed, Nou is het tijd voor hieronder te gaan staan en zoveel mogelijk te bombarderen hier. Oké, nou hou je helft in de gaten. Oké, daar komen de lasers. Vaporeon. Helft raak. Oh, dit is de gevaarlijke zone. Oké, het hoofd is los. Kom op. We got this. Misschien is het niet zo handig om hier te gaan staan. En waarom hebben we dit nog niet weg? Dit is... Oh, hoi. Ik weet niet wat mij daar raakte, maar het was pijnlijk. Ik kan gewoon niet geloven dat we hem nou eindelijk een keer verslagen hebben. Wauw. Zie je nou wel, Jolteon, dat het ons samen lukt? Je had gewoon de hulp nodig van Team Spirits. Geval. Ik bedoel, serieus. Nou, ik ben benieuwd wat we hebben gekregen, want we willen natuurlijk gelijk kijken of... We hebben de Pixar! We kunnen de... Oh, we kunnen... Hoi. Ik schip hier helemaal in de studio omver. Maar we kunnen... Oh, nee. We kunnen tempelblocks minen, jongens. Deze die gaat weg. Dat... Nee, heeft nooit plaatsgevonden. Ik vind dat we hem nou nog een keer moeten verslaan. Hebben we nog iets gekregen? Greatly increased life regen while not moving. Dat is handig als je inderdaad ergens stilstaat. Hebben we nog meer gekregen? Greater healing potions. Voor de rest niks. Ik wil een sunstone hebben. En ik weet dat we hem nou in de battle arena zouden kunnen bevechten met hollow iron. Maar dat wil ik zo nog niet. Dat we nou de death regen op hem kunnen gaan gooien en alles. Daar heb ik geen zin in. Het enige wat ik nou wel wil doen, is eventjes hier dit muurtje weghalen. De reden is... Dan krijgt hij meer damage. Oké, zo. Vraag maar af, kan ik daar niet doorheen schieten of zo? Weet ik niet. Oké, nou, we gaan het gewoon nog een keer doen. Regen. Die klaar. Hi. We hebben de buffs nog. We gaan het gewoon doen. Oké. Nee, afstand, afstand. Anders hebben we het probleem dat jij namelijk je hand tegen ons gaat gebruiken. En je andere hand die wordt nou flink geraakt door de rain dance. Mooi. Zo, zie je die shadowball gaan. Oké, één hand is neer. We gaan gewoon naar die tweede hand weer neerhalen. Ik bedoel, ik wil hem gewoon even een paar keer zo even verslagen. Zoals dat het hoort. Gewoon met de wapens die je dus oorspronkelijk nog niet hoort te hebben. Oké. Dit ding gaat zo snel. Ik zou kunnen proberen of de yo-yo misschien wil werken. Maar ik denk niet dat hij zo ver kan komen. Wacht, misschien dat ik hem zo kan pakken. Ik heb de yo-yo-glof niet geëquipt, zie ik. Oké, we gaan gewoon over naar deze. Hoppakee. Proberen we dadelijk wel. Help. Nou, die laseraanvallen die hij dus daar aan het doen was, die waren dus in de vorige wereld echt niet te dodgen. En daar werd je zo erg door geraakt. Ja, dan is het gewoon einde oefening. Dan valt het gewoon niet meer. Dan is het niet meer te doen. En jullie zagen het, ik had net ook nog maar iets van 100 HP over of zo. Oké, nou heb ik wat meer HP omdat... Oh, wil ik niet in mijn eigen booby traps gaan staan. Ik kan hem nog één keertje doen. Even wachten tot we volledig geregend zijn.
Waarom niet? Laten we even kijken. Heb ik de yo-yo glove bij me? Ja, dan mag weg. Oké, laten we het een beetje risicovol maken. Laten we de scarf wegdoen. Kijk hoeveel dat... we hebben extra critical strike chance. Laten we het proberen. We gaan het gewoon nou proberen. Ik wil geen dead. Maar ik wil het wel proberen of we hem nou voor elkaar kunnen krijgen. Oké, zijn we volgen regent? Bijna. Het is jammer dat ik hem hier niet kan starten zo, hè. Oké. Go! Oh, nee. Ga omhoog. Oké, Vaporeon! Oh. Daar ben ik niet blij mee. Oké. Buffs. Ja, moet je kijken hoe snel dat die vuisten weggaan. Oh. Alleen moet je kijken hoe snel dat mijn HP naar beneden gaat. Oké, die vuisten mogen niet gaan schieten. Oké, goed zo. Waar is eigenlijk zijn hitbox? Back. Ik kan hem zo net niet raken. Ja, soort van. Ik denk het wel. Ik bedoel, ik zie goede damage. Dat zeker is. Oh boy. Vaporeon. Even crowd controleren, jongens. Want er zitten hier heel veel lizards nu. Oh, jeez. Frozen ook vliegt. Oh, dit gaat fout. Ik werd te hebberig. Maar ja, ik vind op zich dat we het niet verkeerd hebben gedaan. Ik bedoel, we kunnen nou dus overschakelen naar ons Battle Arena om te kijken wat we dus daar echt nog verder mee kunnen gaan doen. Plus, ik heb nog heel veel traps die ik daar dus wil neer gaan zetten. Maar dat wil ik zeker gaan doen in de volgende aflevering. Laten we eens even kijken. We hebben gekregen. We hebben de Eye of the Golem. Dat is een materiaal die critical strike chance increase. We hebben weer zo'n ding gekregen. We hebben extra beetle husks, waardoor dat we onze armor nou kunnen increasen. We hebben godly yellets, maar die zijn nooit zo goed als dat we de godly eye of Cthulhu's hebben. We hebben geen potion of regeneration meer. Daar baal ik wel van. Die moet ik ook nog zeker een paar gaan maken. Dus geef me heel eventjes een seconde. 1 seconde later. Oké, nou ik heb eventjes wat stuff die we weer heel eventjes kunnen verkopen. Dus laten we heel eventjes naar onze tinkerer toe gaan. Hi, Arbok. Hoe heet je? Arbok? Arbok! Waarom hebben wij een pook? Waarom hebben wij een slang in onze Eevee-boom zitten? Arbok, wat doe jij hier? Oh, ik heb trouwens jullie nog niet eens het vissenmenshuisje laten zien. Stoute ik. Nou, deze die kunnen we in ieder geval allemaal verkopen. Maar ik heb jullie een vissenmenshuisje te laten zien. In ieder geval, de Battle Arena, die hadden jullie hier al gezien. Die staat hier dus al klaar. Daar zitten nog geen traps in, daar ben ik nog mee bezig. Die komen nog, want we moeten toch even de stuff even ophalen in de jungle. Maar als ik dus hier heel eventjes doorloop, we hebben hier nog zelfs nog zo'n boom zitten. En hier is ons fisherman's huisje. En waar is Mumee? Dat wordt hier nou gewoon straal voorbij. Mumee? Oh, daar is Mumee. Die is bezig met enchanten. Weet ik veel. Enchantment rituals. Nou, hier zit nog niet echt heel boeiend. Hier heb ik wel gemined toen natuurlijk. In het moment dat ik begonnen was met... nou ja, tot Jolteon zijn eigen avontuur was begonnen. En daar zit ook nog eens een keertje een demonic table en alles. En natuurlijk de oorsten zullen ook wel anders zijn. Mocht je dus nog wel vragen hebben, laat zeker weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt en over reacties gesproken. Het is tijd om dus een nieuwe comment op het huisje van de Awesome Comments te gaan plaatsen. Dus ik zie jullie in een seconde. En de comment is geschreven. En die is geschreven door gewoon Johanita Colijn. Gewoon Johanita Colijn. Gewoon. Maar die had geschreven, ga je ook Pokémon Moon en Sun spelen? En het is grappig dat je het daarover hebt, want Pokémon Moon en Sun? Ja, natuurlijk speel ik die. Ik heb Pokémon Moon op het moment. Dus ja, weer met Eevee team en alles natuurlijk. Dus het enige nadeel is, ik heb geen 3DS capture card, dus ik kan ze helaas niet opnemen. Maar daar zijn jullie ondertussen al van op de hoogte. In ieder geval bedankt voor je comment en... Ja, daarbij wil ik het toch gaan laten bij deze aflevering. Heb je zelf nou het leukste momentje of ja, toch een opmerking over deze nieuwe wereld? Ik zou willen weten, wat vinden jullie van deze nieuwe wereld? Hashtag New World.
wat je van de nieuwe wereld vindt. In ieder geval bedankt voor het kijken. Ik hoop jullie weer te zien bij de volgende video. En sorry dat er soms nog wat gaten in mijn video's zitten. Van tot er een dag niet wordt geüpload. Maar ja, dan weten jullie het ondertussen. Dan heb ik het heel erg druk. Omdat ik geen tijd heb om fulltime YouTuber te zijn. Zou ik toch graag willen. Maar aan de andere kant... variatie is ook goed. Ik bedoel, serieus, het moet wel leuk blijven en het moet niet geforceerd worden. Ik hou niet van geforceerde video's, dus ik moet er echt zin in hebben om op te nemen, want anders krijg je echt van die video's van... hoi, ik ben zo... jullie snappen het wel. In ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende keer maar weer. Doei!